het giet oan. Komende zaterdag. Op de zwetten bij Jester Wierum worden de rieders in het donker nog onmoedigen. Onkom die snits wordt het al een beetje jacht. En deze man die moedigt elke nier aan. Een groep van 12 rieders had al gauw een voorsprong van verschaande minuten. Hierin de 12 Friesen Jan Bakker en ik, een grutte verrassing, goed old Iep Kramer. Mai knies de ribben. Als Henk van Bentum omzet voor een volgende demarrage, valt het kopgroepje in stikken Utenwar. En dan gaat het toe de Slettermemar naar Sleert. Hier is goed te zien dat Vaderwien Els van Zels riet. In Sleert zit de stemming direct goed in. Er binnen meerdere muziekbands en die hebben al hier haar eigen plakje. Maar echt concurrentie er net. Wat is het hier een complete gek die hier in Sloten? Ja, dat is toch enig? Ja, dat is wel hartstikke leuk. En dan Frenscher, maar de halve sterrentocht altijd een drokte van belang. En als een rieder valt, dan kan daar rekening op wat help van omstanders. En het publiek dat moedigt hem dan ook nog even aan. Water. Elke keer had hij een rijder in de steenigje. Meestal loopt het kluisje, maar iets wil, maar die kwam voorbij en die hier wetten horen. En die knetteren al even. En ik denk, hey, nou mag ik erbij wel. Dus, nu steen weer, maar mijn maag, alle paarden steen er. Wetter aan. Lekker drinken en met zo'n bad ligt heerlijk. 9 kilometer voor de boeg en met zo'n dropje ook nog. Drop nog meneer, lekker dropje. Wat een verwend. Oude, lekker zoet dropje erin. Succes. Ja, nou succes verder. We zijn nog een paar 9 kilometer erbij. Kom maar, kom maar. Ik vind het een hele gezellige dag. Meestal maken we andere dagen met hem mee. Voetbalrellen, krakersrellen en dat soort dingen. En dit is echt een heel leuk sfeertje, heel gezellig. En ik op de Bonkeveert had de plisje de sfeer de goed in. Angenent is het toekst in de sprint. Een misslag van Hulsebos en Sienamme komt in de analen van Overstedt historie als twadder. Alleen met z'n eken ontzettend bot water gekregen. Zo klein was de marsje deze keer. Bij de volley lost Klasina Seinstra van Sint-Jongensgee haar belofte in. In de sprint is ze de Suske Smit te vlug hou. En oh, wat is ze blieft. 28 jaar uit Sint-Johannesga. Ze valt, maar ze valt pas na de streep. Dit is toch nog wel even wat anders. Wat een wind. Twee winnaars in het vak en een prachtig feest. Angenent die heeft iets van, ja, ik weet niet wat er hier overkomt. Niet met volle teugen. De Klasina Seinstra. Dit is ontzettend mooi om mee te maken. Iedereen hartstikke bedankt. Zodat het nou is, nou gosje, mijn, het hebben we niet gewonnen voor. In Starums. Zullen meer dan 1000 rieders afstappen, want het verhuurtje om in de wien op naar Dokkum, dat lokt het net. Nou, dit wordt enkeltje naar huis. Hè. Het, tegen de wind is het gewoon niet te doen. En, maar het is gewoon, ik heb gewoon besloten om hier maar op te houden. Oren beginnen in groepen dapper om een lange tocht naar het noorden in Wien en Kjeld. Het dreigste stuk is de tocht toch het beeld door de Blikveert. Ja, ik wil bekend als de held van het noorden. De Blikveert in het beeld. Een van de dreigste punten op de route van Zels. Dan gilt dit niet een lange caravan rieders om je voorbij. Ze hebben het zwier. Ze hebben een soort spul, maar de hudde wien. Het waait zijn windkracht 5. En ik heb een protelijst van de lange squart die je midden terug het ijs rent. En op gewoon plakken, vooral bij brechjes, moet er echt klunt worden. Ja,
De familie van de deelnemer zit intussen massaal te wachten in het vek op een teken van leven van heid, broer, zoon, vreun of vriendinnen. Gewoon hebben we speciale herkenningstekens, mijn man. Ja, je mooie bijwerken. Op het beeld spant het erom. Toerrieders vallen bij bosjes. De bierzaamwijn is al bij het noodzakelijke werk begoen. Deze rieders die gaan er nog terug, maar dat ben ik, die hing hier onder bierzaamwijn. Het is haast 12 uren, nog even, en de 15e oversterentocht zit er alweer op. De rieders komen bij bosken tegelijk aan op een bonken. En Henk Kroes hoort zijn horloge goed in de gaten. Nog een paar minuten en dan zit de tochtertochten er weer op. De man die krijgt op tijd oer de finish rieden, binnen bliert. Zij hebben het kruiske. Nou, ik denk ik heel dit absoluut net. Met mijn groep en vangst al win op. Maar ik ben heel dit achter het groepje zo gegaan. Maar ik, in stadium toen dacht ik al, ik zul er vanaf. Maar ja, je bent vrije, dan gisteren terug, hè.